Nou, mijn video stopte er ineens mee. Dus ik denk, ik ga gewoon opnieuw beginnen. Hoi, welkom allemaal bij een vlog. Volgens mij nummer 27, als ik het goed heb. Ja, vlog nummer 27. Het is dinsdag 10 februari 2023. Ik zou eigenlijk. Nee, ik begin eerst met iedereen welkom heten. Welkom terugkerende kijkers. Hartstikke leuk dat jullie ja, mij ook berichtjes sturen van ook oh, komt er weer een nieuwe vlog. En leuk dat je weer een vlog opneemt. Dus dat vind ik echt super leuk. De reacties op mijn vlogs vind ik ook altijd hartstikke leuk. En natuurlijk ook welkom voor mijn nieuwe abonnees. Ik heb een paar nieuwe. Daarbij zag ik hartstikke leuk, hartstikke lief dat jullie ja, ook naar mij willen kijken. En ja, naar wat ik eigenlijk allemaal zo fabriceer qua breiwerk. Maar ik ga natuurlijk ook, zoals ik al heb gezegd, wat andere dingetjes doen als alleen maar breien. Maar wel op creatief gebied. Dus het blijft natuurlijk gewoon een creatieve, voornamelijk breivlog. Maar ja, ook gewoon wat andere leuke dingetjes ertussendoor. Om het gewoon ja, voor mezelf leuk te houden. Maar misschien ook voor anderen om ja, wat nieuwe ideetjes op te doen. Maar natuurlijk ook misschien nieuwe abonnees erbij te krijgen. Die niet breien of niet haken. Maar ja, borduren of dingetjes met vilt maken. Nou ja, je kan zo gek niet bedenken kaarten maken. Nou, dat doe ik dan niet. Maar goed, er zijn natuurlijk wel een hele hoop andere leuke creatieve dingen. Borduren, maar dan borduren zoals ik het heb laten zien. Ik zit verkeerd te kijken. Borduren zoals ik het heb laten zien. Met draadjes. En dan een soort, ja, het heet schilderen met draad. Nou ja, als ik eraan toekom en als ik eraan bezig ga, dan zal ik het jullie allemaal duidelijker laten zien wat ik bedoel. Dan heb ik eigenlijk niet echt iets af, want eigenlijk begin ik altijd met mijn afgemaakte projecten. Daarna mijn lopende projecten. En dan dingetjes die ik of heb gekregen of heb gekocht. Want mijn moeder is natuurlijk ook enorm creatief. En nou ja, die heeft ook een hele hobbykamer. Is net zoals ik. Dus dan is het ook gewoon hartstikke leuk om wat dingetjes uit te wisselen. Ik vertelde net toen mijn video stopte dat ik gisteren 9 februari ben ik naar de handwerkbeurs geweest in Zwolle. Was echt hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment werd het hartstikke druk. En ik ben langs mijn ja, standjes gegaan waar ik heel graag langs wilde. Want ik kijk eigenlijk altijd even wie de standhouders zijn. En wat ze zo ongeveer verkopen. En ik moet zeggen dat ik deze beurs leuker vond. Er stond veel meer verschillende stands. Maar ook stands met breiwol, of sowieso met wol, die ik op de breibeurs in Zwolle niet gezien heb. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Er was enorm veel lapjes en dingetjes en kraaltjes om mee te kilten en sieraden te maken. En nou ja, natuurlijk ook steekmarkeerders te maken. Dus dat was er eigenlijk ook allemaal. Maar ook gewoon verschillende soorten wol. Er was natuurlijk een boekenstand. Die is er eigenlijk ook elk jaar. Nou, daar is het altijd zo mega druk. Daar kom je niet eens bij. Dus daar ben ik met een hele grote boog ben ik daar omheen gelopen. Nou, er waren wat workshops aan de gang. Draadkracht was er. Knottenwol volgens mij. Of knotten uit Delft was er. Heleen Design was er. Hoe heet zijn ook alweer? Even kijken hoor, want sorry. Steekje Los was er, daar ben ik langs geweest. Er waren wat Duitse stands. Nou echt, ik vond het echt enorm leuk. Ik ben er niet heel lang gebleven. Want ja, ik had mijn dingetjes die ik heel graag wilde hebben. En ik kwam eigenlijk helemaal
ja, helaas eigenlijk niet lopende, in ieder geval geen bekende tegen. Dus dat vond ik wel jammer. Dus vrouwtje, ik heb je niet gezien. Ik weet niet of je mij gezien hebt, maar ik heb je helaas niet gezien. Dus had ik je zeker aangesproken. Maar ik vond het, ja, ik vond het heel erg leuk. Het was heel geslaagd. En ik heb wat leuke dingetjes meegenomen. Ook wat voor mijn moeder en wat voor mijn dochter. Dus ik heb wel één afgemaakt project. Dat ga ik zo laten zien. Dus ik zou zeggen, laten we maar gewoon beginnen. Mijn eerste afgemaakte project, dat is mijn eigen ontwerp sokken. Die is op dit moment in de testfase. Marjan heeft hem voor mij getest. Die is al klaar. Die foto hebben jullie ook op Instagram kunnen zien. En Ellen is er ook mee bezig. Daar hebben we ook al een klein stukje van gezien op Instagram. Hartstikke leuk vind ik het om je sok voorbij te zien komen. En ook die door testers ook is gemaakt. En die het gewoon hartstikke leuk patroon vinden. En ook wat aanpassingen gedaan hebben. Dus dat ga ik natuurlijk allemaal verwerken. Als Ellen ook klaar is met de sok. En dan ga ik het patroon op Ravelry zetten. En wat eigenlijk mijn idee is. Om het geld wat ik ervoor vraag voor het patroon. Dat gaat rechtstreeks naar Stichting Dierenlot. Want ik vind dat die organisaties eigenlijk van de regering en zo krijgen ze natuurlijk niet zo heel veel. En ze hebben het toch heel hard nodig. De dieren hebben het nodig. En er wordt natuurlijk heel erg veel gedaan voor mensen in de wereld en de mensen in Nederland. Maar voor de dieren, daar hoor ik eigenlijk en zie ik eigenlijk weinig van. Als alleen maar hele ellendige beelden op de televisie van Stichting Dierenlot of Stichting Aap. Of er is van alles en nog wat. Dus de opbrengst voor mijn sokken en de patroon van de sokken zou niet heel erg duur zijn. Want ik wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen dit patroon kunnen kopen. En het geld wat ik ermee verdien, dat gaat naar Stichting Dierenlot. Dit zijn mijn sokken. De Priscilla Socks. Het is een... Ik kwam op het idee omdat ik de Fosfijn sweater aan het maken was. En die structuur op het lijfje vond ik heel erg leuk. En de kabel ook. Dus... En ik had nog hele mooie crèmekleurige sokkenwol liggen. Dus ik dacht, ik ga daar een sok van maken. Het is gewoon een klein kabeltje. Een heel klein beetje kleurwerk hier aan de bovenkant. Ik heb voor mezelf 60 steken opgezet. En 2x2 rib voor 10 toeren. Dan komen een klein beetje het kleurwerk zijn volgens... 4 toeren zijn dat volgens mij, 4 of 5 toeren. En ik ben gelijk na de kleurwerk met het ribbeltje begonnen. En Marjan zei tegen mij, ik denk dat het mooier is dat je eerst een toertje recht doet. En daarna de structuur. Dus dat ga ik veranderen in het patroon. Nou, de heel flap en de heel turn minderingen en dan voor de rest de onderkant van de voet heb ik gewoon in stokkinet gedaan. Gewoon een tricotsteek en een gewone teen. En ik heb er natuurlijk 2. Logisch, ik heb ook 2 voeten. Dus dit zijn de Priscilla socks. En Priscilla is mijn dochter en jarig op 25 februari. En dan... wil ik dit patroon online zetten. En dan hoop ik dat heel veel mensen mijn patroon kopen. Niet voor mij, maar voor de dieren in Nederland. Voor Stichting Dierenlot. Dus geen reclame, ik krijg er geen geld voor. Maar ik wil zelf wat terug doen. Want ik heb een groot hart voor dieren. En deze heb ik speciaal daarvoor
verzonnen. Dat waren mijn sokken. Dus die heb ik ontworpen. Ik heb hem gemaakt, de witte, met Mr. J Socks. Het is een wat dunner draadje, vind ik, als de sokkenwol, de handgeverfde sokkenwol. Ik heb hem op een rond breinaald 23 centimeter van Chow Goo heb ik hem gebreid. En dit is 75% scheerwol en 25% polyamide. Het is 100 gram voor een bal en er zit 50 gram bal. En er zit 210 meter op. En die koop ik bij Pera en Pasha. En die zitten volgens mij in Rijswijk, dacht ik. Hele fijne sokkenwol. Heel stevig. Dus ik ben daar heel blij mee. En de roze is de handgeverfde wol. Waar ik nog wat minis van had. Wat restjes. Dus dat kan je dan gewoon natuurlijk heel leuk gebruiken voor je hiel en voor je teen. En sommigen ook doen ook de boord. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dan, dat is mijn enige ding. Enige project wat af is. Dan gaan we door met waar ben ik allemaal mee bezig. Want het is eigenlijk best wel heel erg veel. Als ik zo om me heen kijk. Maar dat geeft helemaal niks, want het is gewoon hartstikke leuk. Dan heb ik, zoals jullie weten, een soktube gemaakt. Wat? Zo. En die heb ik nu, hij zit vast, in tweeën gemaakt. Met deze ben ik nu nog bij de teen bezig. De boord heb ik al gedaan. En hier heb ik de teen al gedaan. En hier zit al een steekmarkeerde waar de hiel moet komen. Dus ik heb 200 toeren gebreid. En toen heb ik hem door de helft gedaan. En de teen die doe ik gewoon zoals dat ik het altijd doe. Eerst 4 toeren gewoon en dan alle toeren totdat ik 12 steken overhoud. En dan is het de Kitchener Stitch. Ik heb hem gebreid met deze Aqua van Happy Knitting. Dat is nu Georgina's wolhuisje. Die had ik nog liggen en ik heb echt nog heel veel over zoals jullie zien. Dus ik kan nog wel een hele tube daarmee breien. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga kijken wat ik hier verder mee doe. En de teen brei ik ook weer met Mr. J Socks. Hier zo. En dan de donkerblauwe. En die mix ik samen met Kid Silk van Drops lichtblauw. Zodat je een wat gemêleerd effect krijgt. En dat heb ik ook met deze gedaan. Alleen hier bij deze aqua heb ik lichtgrijs bij gedaan. En die is op, dus die kan ik niet meer laten zien. Maar je ziet hoe harig het gewoon is. Dus het zijn lekkere wintersokken. Nou, dan hoop ik nog als ik hem af heb dat het nog even koud is dat hij ze aan kan. Want ik heb ze gemaakt voor mijn... Ik ben ze aan het maken voor mijn vriend. Dus, en anders gaat hij maar in de koelkast zitten. Dan kan hij die sok aan. Nee, grapje, maar... Ja, soms ben je met zoveel dingen tegelijk bezig. En dan denk je, oh, dan wordt het straks mooi weer. Of warmer weer. En hoe kan je ineens deze sokken niet meer aan? Maar ja, 's avonds is het gewoon nog koud. En aangezien iedereen natuurlijk ook met de energiecrisis en zo zit, doe je toch niet overdags, of als je buiten bent of zo, of we gaan wandelen op de hei, doe je toch ook niet, hoe heet het? Ja, is het toch ook nog wel fris, dus dan kan je ook gewoon die sokken nog aan. Dus dit is sok nummer 2. Ik heb alleen de... Want als je deze ziet, hier begin ik altijd mee. Nou, hartstikke leuk en het is ook gewoon stretchy en fijn. Alleen dan maak je een hele tube en dan, hoe heet dat?
eindig je natuurlijk ook weer met een boord. En dat wil ik dan stretchy hebben. En dat is hartstikke stretchy. Alleen dan flubbert het weer. En dit is de Jenny's Stretchy Bind Off. Nou ja, prima. Maar ik vind het gewoon een beetje flubberen. Dus ik weet eigenlijk niet zo heel goed of dat ik dat mooi vind. En of dat ik dit ga uithalen. Ik moet niezen volgens mij. Ga uithalen. En sorry. En opnieuw gaan maken. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar laat ik eerst maar eens de teen en de hiel gaan doen. En dan kan ik nadenken over... over de boord. Ook deze brei ik nu met Magic Loop op ook 2,5 mm. Want omdat je de teen natuurlijk gaat minderen, dat gaat gewoon niet met de 23 cm sokkennaalden. Rond brei. Dus ook van Jiaogu. Dus dit is mijn sokkenproject. Dan... Oh, mijn kabeltje zit vast. Dan ben ik bezig. Zoals jullie weten, moet ik even een beetje iets aan de kant leggen. Mijn hele bureau ligt hier vol. Met een testbreiwerk voor Jessica McDonald. En dat is de Winter Woods sweater. Hij is inmiddels, is het patroon online gekomen. Dit is hem. Hij moet natuurlijk, ja, ik ben nog helemaal lang nog niet klaar. Maar dit stuk moest af zijn voor het testen. Nou, dat is me gelukt. Ik vind hem echt waanzinnig leuk. Ik weet niet of ik hem heel vaak, ik hoop het wel, maar ik weet niet of ik hem heel vaak ga dragen. Want volgens mij is het heel erg warm. Want als ik zo wel eens mijn handen erbinnen heb, nou denk ik echt gewoon... Volgens mij zweet ik gewoon een uur in de wind in deze ding. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Ik vind hem echt heel mooi. Hij moet natuurlijk nog geblokt worden. En dan worden de steken natuurlijk ook wat mooier. En nou ja, goed. In ieder geval. Kijk, je ziet al die schapen frummeltjes en alles zie je er ook bij. Maar hij is echt heel erg leuk. Van achteren. Nou. Heb je de German Short Rows. Om natuurlijk het een beetje beter te krijgen naar beneden. Wat mooi dat hij wat mooier zit straks. Het wordt gebreid met Manchelopis is het. En dan heb ik deze witte kleur. Moet je kijken hoe breekbaar eigenlijk het is. Maar... Als je het bereidt, dan moet je het wel een beetje zo wat korter bij elkaar houden. Kijk, want dan kan je het wel iets trekken. Niet te hard natuurlijk, maar als je het hier iets verder trekt, dan zijn de vezels niet lang genoeg en dan trek je het gewoon echt kapot. Dus je moet wel voorzichtig breien. En dit is van, nog over van mijn eerste cake. Dus het is nog maar een klein stukje. Ik heb er eens een bal van gemaakt. Maar in principe kan je ook aan de buitenkant van de cake. Kan je ook vanuit de buitenkant werken. Hij is 3 keer al gebroken. Het draadje. En dan. Nou, Jessica die zei. Het is een beetje tuf. En dan een beetje aan elkaar friemelen. Het werkte. Maar ik vond het wel heel spannend. Omdat ik zoiets had van, nou, ik weet het nog zo net niet of dat wel goed blijft zitten. Maar er zitten nog zijn geen gaten ingekomen. En ja, ik ben er wel heel blij mee. Al, er komt hier nog een klein beetje kleurwerk. Nog wat van die dingetjes. En dan is het voor de rest helemaal in het bruin. Gewoon zonder kleurwerk. En dan zitten volgens mij... Ja, dan de mouwen natuurlijk nog. En er zit ook voor de rest geen kleurwerk meer aan. Omdat je hier dan al een klein beetje kleurwerk hebt. Dus dit is de
Winter Woods sweater van Jessica McDonald's. En zij is op Instagram Jessica Knits. Maar ik zet alles natuurlijk in de notities hier beneden. Ik doe geen linkjes er meer bij. Want ik denk dat iedereen wel op dit moment zo goed en kwaad als het kan op Google alles terug kan vinden. Dus dat ga ik niet doen. Ik zet wel gewoon wie de designer is en wat het patroon, de naam van het patroon natuurlijk is. Dat zet ik er allemaal wel bij. Dan ben ik ook bezig met natuurlijk nog steeds mijn adventsjouw. Nou, dat is al bijna net zo'n groot project als deze was. Dat is de Birds of Feather sjaal van Andrea Mowry. Ik ben hier nog niet zo heel ver mee. Want heel af en toe dan ben ik echt een beetje klaar mee met het breien met van die fluffy draadjes. Die kid silk en mohair draadjes. Daar heb ik er gewoon niet meer zo zin in. Dus hij is nog niet zo heel ver. De vorige keer was het bij de steekmarkeerde. Dus jullie zien dat ik nog niet zo heel erg veel heb gemaakt. Heb gebreid. Maar hij is wel heel erg leuk. Dus ik ga wel verder. Ik weet alleen niet of dat ik alle 24 kleuren opmaak. Want zoals je hier ziet zijn de overgangen wat korter. En dat waren 10 gram bolletjes bij de advent. En vanaf die paarse, en deze grijs en wit, is 20 grams. En ik vind die vlakken best groot. Dus ik denk als ik, en ik heb nu alleen nog maar 20 grams. Dus ik denk dat die dan een heel stuk groter wordt. Als het eigenlijk moet misschien. Er stond niet zo heel duidelijk in, volgens mij, welke grams bolletjes, mini's zij erbij gebruikt. Ik heb mijn haar nog een stuk kort geknipt, zien jullie? Maar het zit eigenlijk niet zoals dat ik wil. Maar dat maakt niet uit. Ik brei het op rondbreinaald nummer 4. Ook van Chowku. Wel een beetje met een hele lange kabel eraan. Omdat ik die andere kabel nodig heb. Voor de trui. Dus ik denk, nou ja, dan maar een lange kabel. Het is toch recht en afrecht breien. En dit brei je natuurlijk allemaal recht. Dus dan maakt het in principe de lengte van de kabel niet zo heel erg uit. Deze zit. Oh ja, en dit is nog mijn kit mohair. En dit is nog de laatste kleur. En dan ben ik nu met deze witte bezig. En deze ding woont sinds gisteren. Deze hele mooie projecttas. Projecttas is van Emma Ball. Ik heb hem gekocht gisteren op de beurs bij Steekje Los. En ik vond hem zo leuk met al die schaapjes. Dat ik hem mee heb genomen. Ik vind hem echt hartstikke leuk. Hij is lekker groot. Dus ze past zeker een hele sjaal project in, want ik heb deze twee bolletjes erin, mijn sjaal erin. Nou, er kan nog veel meer in. Dus, maar dat is nu niet nodig, want kan ik deze ook lekker meenemen. Er zitten twee van die trekkoorden aan. En nou, je kan hem hier ook gewoon nog aan meenemen. Dus mocht je nog naar de beurs gaan, kijk bij Steekje Los. Want ze had ook met leuke alpaca's erop en nog wat andere beestjes. Maar ik vond deze zelf het leukst. Dus deze heb ik ook meegenomen. Dat was mijn. Oh, dat is de Dust of Snow sjaal. Die ik maak met alle advent minis die ik had gekregen van Georgina. En het patroon is van Helene Stewart. Dan ben ik ook nog bezig. Moet je naar beneden bukken. Dat zit in dit mooie mandje. De corner-to-corner deken voor Giuliano, voor mijn zoon. Kijken of hij nergens aan blijft hangen. Nou, die ben ik inmiddels al een heel stuk verder. Want ik ben deze nu 's avonds aan het haken. Nou, hij is nu al zo groot dat hij niet meer
in beeld past. Hij wilde allemaal donkere kleuren, tenminste donker, een beetje natuurtinten. Dus nou, zoals je ziet is dat best gelukt. Dus ik heb niet meer zo heel veel natuurtinten, dus ik moet eventjes gaan snuffelen tussen mijn minis wat ik nog heb. En kijken of ik, nou ja, ik heb misschien nog wel genoeg, want ik heb best wel wat restjes en ik heb nog wat zwart. En ik doe de sokkenwol die ik hier heb, die doe ik dubbel met een ander draadje. En dus zodat de deken lekker dik wordt. Dus dat komt wel goed. Dat is dus de corner-to-corner blanket voor Giuliano. Dan zijn, zoals jullie weten, is er op Instagram een gezamenlijke brei, iets, brei, hoe moet je dat zeggen, een soort call, een breikall, in samenwerking met Edna. En dat doet, ik heb het bij Vrouwtje gezien, ik heb bij Chantal gezien, de Knitting Hobbit heb ik het gezien. Vrouwtje, ik weet niet of ik dat al zei. Als je wat geluiden hoort, is dat mijn, mijn konijn. Die is boos dat hij erin zit. Ogenblikje. Daar ben ik weer. Ik moest even een woordje, want anders dan blijft hij doorstampen. Dat is de hashtag winterklaarbreienmaan. Het concept daarachter is, en dat wordt in samenwerking gedaan ook met Edna. Je hoeft niet per se garen van hun te gebruiken, maar nou ja, sommigen doen het wel. En ik heb garen gebruikt die ik al had. En het idee daarachter is dat eigenlijk heel veel mensen zoiets hebben. Oh lekker, dan ga ik trui breien voor de winter. En oh ja, nu is het zomer, dus dan ga ik niet meer breien. En dan is het winter en je trui niet af. Of je sjaal niet af. Of nou ja, whatever. Daar is het idee voor gegroeid. En er zijn een hele hoop breisters die doen allemaal gezellig mee. En dat doe je in 10 maanden. En elke maand doe je een stukje van je trui, sjaal, nou, whatever je maakvest. Met de bedoeling natuurlijk dat het volgende aanstaande winter, dus november, december, dat het af is en dat je het gewoon lekker kan dragen. Nou, dat vond ik hartstikke grappig. En ik wilde eerst een andere trui maken, maar toen dacht ik, ik heb nog wol. Ik heb een patroon al uitgezocht, ook voor die wol. Dus waarom zou ik dat niet gebruiken? Het patroon is de Milla's Bubble Dream Cardigan. Die heb ik volgens mij al een keertje laten zien, maar ik kan wel eventjes opzoeken. Dan kan ik het je laten zien. Milla Bubble Dream Cardigan. Even kijken hoor. Afbeeldingen. Sorry hoor, ik zit even wat op te zoeken. Dan zou je natuurlijk zien dat ik hem net zoals de vorige keer, ik hem weer niet vinden. Het is echt een verschrikking. Als ik iets wil laten zien, dan kan ik het 9 van de 10 keer kan ik het niet vinden. Dus ik ga gewoon even naar Ravelry en dan zoek ik hem daar gewoon eventjes op. Dus eigenlijk net zo makkelijk om dat te doen. Nummer 2. Hey, apart. Ja, daar is die. Dat is, oh, even wat groter maken. Dat is deze cardigan.
kan je dat een beetje zien? Ja, zo. Dus die vond ik hartstikke leuk. En daar had ik ook al de wol voor. En ik denk, ik ga daar gewoon mee van start. En ik was al een keertje begonnen met de boord, maar dat heb ik overnieuw gedaan. En nou ja, dit stukje heb ik nu. Dit zijn al de bubbels. Bij deze, bij dit patroon begin je bij de mouwen. Ik moet zeggen dat ik dat een heel fijn iets vind, want ik ben met andere dingen, had ik eerst de yook gedaan, net zoals nu bij die sweater van Jessica. En dan doe je de mouwen als laatst. Maar dan heb je zo'n groot gevaarte op je schoot liggen, die je elke keer moet draaien. En dus ik vond dit eigenlijk wel heel erg fijn, dat je met de mouwen begint. En het fijne daaraan is dat je de mouwen gewoon op de goede lengte kan breien. En je lijf kan je dan aanpassen. Dus heb je niet genoeg, dan wordt je lijfje iets korter. En dat is op zich ook niet heel erg. Maar je mouwen, ja, weet je, daar heb je toch een bepaalde lengte voor nodig, wat je wil. Dus dat is het idee er ook achter bij haar. Nou, ik heb de bubbeltjes, ben ik al mee bezig. Ik heb een hele mooie Mickey Mouse steekmarkeerdertje eraan zitten. Van een, ja, cupcakeje. Ik heb wel mijn kerst stoppers erop zitten. Maar nou ja, dat is wel net zo fijn. Dus dit stukje heb ik al gedaan. En ik brei hem met de Alavos Lopi. En daar heb ik voor gekocht. Nee, die had ik al, maar die heb ik al een tijd geleden gehaald. Is deze donkerbruine. Heb ik eentje. De grijze bol heb ik dan. En dan zit daar de witte bol. Zit daar nog bij. Dus deze. Huh? Wat? Deze drie kleuren worden mijn vest. Dus die, daar ben ik ook mee bezig. Nou ja, elke maand een stukje. Dat moet wel lukken. Dus ik heb gewoon mijn patroon in tienen opgedeeld. En we zijn 1 februari begonnen. Maar als je het ook graag mee wil doen, het heel leuk lijkt. Nou, je kan altijd meedoen. Hashtag winterklaar breien maar. Zo. Dus dan, nou ja, goed. Kan je ook nog gezellig meedoen. Hartstikke leuk. Zitten voor de rest geen voorwaarden of iets aan. Het is gewoon leuk om dat met elkaar te doen. Dan heb ik nog een laatste projectje waar ik mee bezig ben. En dat is de muis. Wat ik al heb laten zien. Ik ben nog niet verder gekomen, want ik wil eigenlijk eerst een paar andere dingetjes af hebben. Dus ik heb alleen maar het lijf. Nee, het hoofdje heb ik gedaan. En ja, dat wordt gebreid met Drops Air. En dit is kleur nummer 3. En de voetjes straks en volgens mij de handjes worden met Drops Nepal gebreid. Dus daar ben ik ook nog mee bezig. Die ligt eventjes in zijn mandje te wachten tot ik een paar andere dingetjes af heb. Want ja, ik heb al nu zoveel op de naalden staan. En als er weer 1 dingetje af is, dan ga ik daar weer gewoon mee verder. Dan het laatste waar ik, nou ja, eigenlijk mee klaar was, maar weer opnieuw ben, is de trui voor mijn dochter. Want de mouwen waren niet helemaal gelijk. Of ja, de ene was breder dan de andere. Dus het was niet helemaal mooi. Dus ik heb de mouw uitgehaald. Dat is deze basic off-shoulder truitje. Die ik voor haar gemaakt heb al een tijdje geleden. Dus ik ben nu opnieuw begonnen. Weer aan het minderen. En ja,
hopelijk dat hij dan hetzelfde wordt. Dus ik ben hem, blijf hem elke keer opmeten om te kijken of dat het allemaal gaat kloppen. Dus, nou ja, tot op heden gaat het best goed. Ik heb alleen het gevoel dat deze of op een minder, of ik heb hem niet goed geblokt. Want hij is best wel heel stijfjes. Dus, ik weet niet. Het zit niet helemaal zoals dat het moet. En heel veel strakker breien als dit, dat gaat bijna niet. Dus ik ga hem hierna, als ik de mouw weer klaar heb, dan ga ik hem weer wassen. En dan ga ik hem weer blokken. En dan hoop ik dat ze hem weer aan kan. Dus ik heb het bolletje, ja, wat ik uit heb gehaald. Dus dan ga ik deze weer even de mouw opnieuw maken voor haar. En dan kan ze hem gewoon aan. Dan hebben ze zo hopelijk twee dezelfde mouwen. Dan, hoi. Wat kom je doen? Kom je kijken? Kom maar kijken. Even snel. Kijk. Ja, hartstikke leuk. Nou, zeg maar hallo. Ja, oké, doei. Nou, op het dak. Dat was hond nummer 2. Die komt altijd even kijken wat ik aan het doen ben. En ik zit natuurlijk te kletsen, dus dat is helemaal raar. Dan zei ik dat ik naar de beurs ben geweest. En over mijn dochter gesproken. Die moet natuurlijk eind mei, begin juni bevallen. Heel spannend, heel leuk. Dus ik word oma. Eigenlijk voor de tweede keer, maar nu echt voor de, ja, nou ja, goed, de eerste keer. Dan moet ik even op Pinterest kijken, want ik heb natuurlijk echt zo lekker voorbereid. Maar dat geeft helemaal niks. Moet ik even laten zien wat ik dus wil gaan maken. En dan laat ik zien wat ik mee heb genomen daarvoor. Eigenlijk heel kwam op de telefoon zitten, maar goed. Jongens! Dat is deze. Mobiel ga ik maken. Met drie vogeltjes of vier vogeltjes zelfs als ik het zie. Ik heb geen patroon, dus ik ga hem gewoon namaken. Proberen na te maken in ieder geval. En daarvoor heb ik wat filterlapjes meegenomen in de kleuren. Nou ja, goed. Wit, bruin voor het konijntje. Roze voor de bloemetjes en mintgroen voor de blaadjes. En wit voor het oortje en zo. Dus die heb ik meegenomen. Ik had bij de Zeeman die ringen al gekocht. En nou vind ik dat hout. Ik vind het wel leuk, maar niet voor in de babykamer. Dus ik doe er nog wit, hoe heet dat? Lint omheen, dat zijdelint. Heet dat zo, zijdelint? Volgens mij wel. Dus dat doe ik er dan zo omheen. En ik heb daarvoor ook dan die touwtje gekocht. Ook bij de Zeeman. En daar ga ik dan die dingetjes aan hangen. Ik hoop dat dit wel een beetje... Ik ga het ook heel strak naar beneden. Zodat het rechte touwtjes worden. Vind ik het niks, dan ga ik wat anders gebruiken. Maar dit heb ik ervoor gekocht bij de Zeeman. Nou, deze heb ik gekocht. De lapjes op de beurs bij Atelier Wilma Creatief. En zij zit in Rotterdam. Dus ze heeft allerlei filter dingetjes. En waar ze ook mee bezig was. En dat vond ik echt heel erg gaaf. Maar ik, dat was... ze had aquarelkrijtjes volgens mij. Daar deze een bepaald... ze had daar een borduurstempel. Die stempel had ze op stof gestempeld. Dan had ze bepaalde dingen ingekleurd met die aquarelkrijtjes, dacht ik. Dat ik dat heel goed heb gezien.
En dan ging ze bepaalde stukken ging ze punchen. Of ze ging het borduren. Of nou echt, het was echt heel erg gaaf. Ik heb daar niet iets van meegenomen. Want ja, weet je, je ziet zoveel leuke dingen en zoveel leuke ideeën. Maar je kan natuurlijk niet alles. Ik in ieder geval niet. Ik kan niet alles meenemen. Dus ik heb wel deze vier filter lapjes meegenomen. En ik ga wel eens kijken als de beurs voorbij is. Want mijn broer woont natuurlijk ook in Rotterdam. Dus nou ja, als ik een keer bij hun in de buurt ben. Kijk, ze hebben twee kanten. Is leuk, hè? Dan ga ik daar eens kijken. Ze is ook importeur van Japanse naaldviltpakketjes van Hamanaka. Ze heeft zelfmaakpakketjes van vilt, losse materialen, scharen, naaldvilten. Haar webshop is www.atelierwilmacreatief.nl. Dus ik zou zeggen, ga daar eens kijken. Het is echt hartstikke leuke dingetjes heeft ze daar. Dus dit is voor mijn dochter. Die leggen we even hier neer met het kaartje erbij. Dan heb ik ook een mooi borduurpakketje meegenomen. Die op de babykamer komt. En dan hoop ik dat het dit weer blijft. Want dan kan ik het allemaal beter zien. Anders moet ik gewoon de grote lamp erop zetten. En deze heb ik gekocht bij Pieterse Handwerken. En ik weet dat de babykamer een beetje met diertjes en zo wordt. Hoe en zo weet ik allemaal niet. Dat is ook voor mij een verrassing. En er zit ook zo'n borduurring zit erbij. Dus die heb ik ook voor haar meegenomen. Voor in de babykamer mag oma borduren. Dus ja, echt superleuk. Dus ik ga toch weer aan de borduur. Ja. Het is toch wel leuk om dat ook voor... Ik heb het ook voor allebei mijn kinderen, zijn eigen kinderen gemaakt. Een borduren dingetje van de geboorte. En ja, dat is toch leuk om dat ook voor je kleinkind te maken. Ik weet dat mijn moeder dat voor ons ook gedaan heeft. Dus dat is het borduurwerk voor Priscilla. Leg ik even... Ik kom maar even plek tekort. Leg ik even een stukje verder. Kom ik even heel dichtbij, Inge. Dan ben ik een beetje bezig met, zoals jullie weten, wat wolletjes aan het wegdoen. En omdat ik gewoon wat natuurlijkere kleuren wil. Dus bruin, grijs, wit. Dat zie je ook in die sweater, die testbreiwerk voor Jessica. Ja, ik vind het gewoon mooi. En ik vind kleurtjes leuk, maar ik vind dat rustige en dan ook misschien een kleurtje ertussendoor, vind ik ook hartstikke leuk. Dus ik was gisteren natuurlijk op de beurs en dan kwam ik bij een Duitse tent en die verkochten Langjarns Jawol 50 grams, gewoon in het wit. En daar heb ik deze bij genomen. Dat is, het is echt heel erg mooi. Ze hadden ook hele andere mooie kleurtjes. Ik denk dat is leuk om dat samen te breien. En dit is 50% zijde, 50% mohair. Het is 25 gram streng en er zit 375 meter op. Dus dat is echt hartstikke veel. Dus voor mij voor een paar sokken meer dan genoeg. De kleur is Cypria. En het is... het komt uit Italië. Cetamo is het. Oh, hartstikke leuk. Italiaans garen. Dus, hartstikke leuk. Met deze Jawol sokken. Ga ik voorlopig nog niet opzetten. Maar... ik heb het wel meegenomen. En dan heb ik ik weet niet goed hoe ik het uit moet spreken. Maar
Ik had gekeken naar de podcast van, hoe heet ze? The Knitting Traditions. En zij sprak het uit als Biche et Bouche. Le Petit Lamswol. En die heb ik ook in 3 aardetinten meegenomen. Ik weet nog niet wat ik daarvan wil maken. Maar ik zit te denken om dit een sleeve sjaal van te maken. Dus een sjaal die je om je heen kan wikkelen. En dan een mouw eraan. En dan zo'n soort veet sjaal, zeg maar. Of ik deel ze allebei op in, want het is 50 gram in 2 keer 25 en dan allebei hetzelfde totdat het klaar is. Dus dat weet ik nog niet, dat moet ik nog uitvinden. Het is puur lamswol, het is uit Schotland en hun zijn volgens mij verhuisd van Schotland naar Frankrijk. Aangeraden wordt 3,5 mm, er zit op 50 gram 248 meter. Dus op zich zit dat wel. En het leuke is, deze wordt er helemaal met de hand geschreven. En daar maken ze dan zo die etiketjes van. Dat kopieer ze natuurlijk. Ze gaan niet continu alles natuurlijk zitten schrijven. Maar dat is toch hartstikke leuk. Dus deze vond ik bij de stand van Natuur Garn. Hartstikke leuk. Stond Vins vrouwtje. En ik vond het heel leuk. We hebben even een gesprekje gehad. En ik vond het echt hartstikke leuk. Dus ik zie dat ik al 46 minuten aan het praten ben. Dus ik wil nog één laatste dingetje laten zien voordat mijn video ermee ophoudt. Dat zijn deze twee van Jameson Shetland Spindrift. Ik ben er, sorry.